Hallo, leuk dat je kijkt naar FC Afkikken, de enige voetbalshow op het internet in Nederland. Normaal zijn we altijd live om 7 uur, maar vandaag nemen we voor één keertje iets eerder op. Dus het kan zijn dat als je de uitzending zit te kijken, dat er opeens breaking news is en dat we het er niet over hebben. Het zij zo. Mijn gasten van vandaag zijn Iwan Tol, journalist van de Volkskrant. Ja, welkom Iwan. Goedemorgen, met koffie. Goedemorgen. Ja. Knippen we er gewoon uit, joh. Ja, we zijn toch niet live. Jill Swartz, welkom, helemaal vanuit Antwerpen. Ja. Leuk dat je er weer bent. Beter dan de vorige keer? Geen rode kaart, maar geen club. Vorige keer was Jill hier, toen had hij net rood gepakt. En dus mensen die zagen hem hier voorbij lopen. Ja, toch gisteren rood gepakt. Maar welkom. Misschien dat mensen nu denken, Jill Swartz, clubloos. Ja. We zoeken nog een verdediger, slash middenvelder. Welkom in ieder geval. Jean-Paul, welkom. Gefeliciteerd met het kampioenschap van Breukelen 3. Ja, dankjewel. Dankjewel, dat was een mooi feestje. Ja. En mijn man aan de rechterkant, Peter van Vliet en Jordi Amali. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker aan de koffie in plaats van aan bier. Met thee zit hier. Het is gewoon een 6 uur 's ochtends nemen we dit op. Het gaat nergens op. Laten we het hebben over het voetbal van de afgelopen weekend. En dan vooral eigenlijk over wat er in elk stadion gebeurde. Het stilstaan bij het overlijden van Johan Cruijff. Iwan, indrukwekkend. Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het echt geweldig. Een paar dingen vielen mij op. Ik vond het heel mooi dat Ajax 3 shirts had neergelegd. Omdat ze daarmee heel subtiel aangaven dat Cruijff meer was dan Ajax. Ik weet nog wel, net na het overlijden zei Edwin van der Sar van Cruijff is het grootste wat Ajax ooit heeft voortgebracht. Dat klopt eigenlijk niet. Weet je wel, toen Cruijff ging voetballen bij Ajax, was Ajax degradatiekandidaat. Het zijn ook dingen die ik nu allemaal lees, weet je wel, die ik ook niet wist. Nee. Dus hij is veel groter dan Ajax. Dus ik vond het heel subtiel dat ze die 3 shirts hadden neergelegd. Ja. En ik vond Jordi Cruijff ook echt geweldig. Ja, wat ik wel mooi vind, wij zijn altijd goed. Jeetje, wat doen die Engelsen dat? Of wat doen die Spanjaarden dat goed? Ja, deden ze ook wel. Nee, maar het is ook een keer mooi om te zeggen. Nou, in Amsterdam deden ze het ook gewoon heel mooi. Nee, zeker. Absoluut. Ik heb echt wel een beetje met kippenvel te banken. Ja, zeker kijken. Nou, dat ik kan. Nou, dat was echt om tranen van in je ogen te krijgen. Ja, maar Amsterdam vond ik dat dus ook. Ja, oké, maar ik vond de Kamp nog net ietsje indrukwekkender. Ik heb ooit meegemaakt bij Malaga, toen was blijkbaar een bestuurslid overleden. En dan spelen ze van die hele oude klassieke muziek en dan zit je te huilen omdat de penningmeester is overleden. Dan denk je, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Maar ja, Cruijff is wel een beetje ons nationale voetbalerfgoed natuurlijk. Gilles, was dat in België? Afgelopen weekend denk ik niet daarbij stilstaan, maar hoe was het de week daarvoor? Is er veel stilgestaan bij het overlijden van Cruijff? Ja, tuurlijk wel. Ik denk overal een eerbetoon aan Johan Cruijff. Ik denk dat het logisch is over heel de wereld. Alleen is het in België natuurlijk wel een stuk minder. Nee, tuurlijk. Dan in Nederland en in Spanje. Wat grappig is, jij kwam net de studio binnenlopen met een Walkman. Ja. Toen dacht ik, nou ja, zo moet even uitleggen wat dat is. We hebben een jong publiek, jongens. Nou, daar deed je vroeger cassettebandjes in. Ja. En dan deed je hem zo erin en dan ging je luisteren dus naar muziek. Je had ook zo'n pleister op de cassettebandje geplakt dat je hem niet kon, dat je hem nooit meer kon wissen, zeg maar. Er staat heel groot Johan Cruijff op hier. Dit is hem. Dit is ook allemaal vervaagd. Ik was 18 jaar. Ja. Ik moest nog naar de school van journalistiek. En ik schreef wel al voor Hand in Hand, het supportersblad van Feyenoord. Dat heeft Jules denk ik ook een keer ingestaan. Ja. Ik had daar een rubriek, want ik wilde journalist worden en ik dacht, nou dan ga ik daar beginnen. Een rubriek over oudspelers die bij Feyenoord hadden gespeeld. En via hadden ze geregeld bij Feyenoord, via Wim Jansen, dat ik Johan Cruijff kon interviewen. En die was op bezoek met FC Barcelona in Odoren, in Drenthe. Een trainingskamp. Over welk jaar hebben we het nu? Dan hebben we over het jaar... 92? 93? Ja, zoiets denk ik. Maar was je 18? Ik ben nu 42, ik was toen 18. Dus 24 jaar geleden. 92, ja. Voor mij kunnen we even naar een klein stukje. De kwaliteit heel is heel slecht. Maar kunnen we een klein stukje naar gaan luisteren? Goed interview. Misschien was je zo onder de indruk dat je alleen Cruijff niet praat. Nee, dat was het stomme juist. Het was een van mijn eerste interviews. Dus ik wist helemaal niet hoe bijzonder het was dat ik Johan Cruijff mocht interviewen. Ja, ik had helemaal geen vergelijkingsmateriaal. Dus ik dacht dat het gewoon zo ging, weet je. Ja, ja, heel stom. Maar heb jij ook gehad wat veel journalisten hebben dat de afgelopen weken wel erkend? Dat als je dan met Cruijff zat om een interview te doen,
dat je het gewoon soms niet snapte. En dat je het gewoon zat te knikken en dacht van ja, ik ga hier ook niet tegenin. Nee, dat durfde je niet. Nee, absoluut in niet. Ik moet zeggen, ik ben niet eens zo'n bladerman, maar... Dit is echt een compliment. Dit is echt, was echt zo geweldig. Mooi. Ik weet niet of ze nog te koop zijn, maar... Je kan ze bestellen voor mij op VE.nl. Ja, dat heeft VE echt mooi gedaan. Ik moet ook zeggen, jullie hadden ook vorige week vrijdag natuurlijk nog een showtje om Cruijff. Ja. Dat is ook erg mooi met al die anekdotes van Jur en verschillende en generaties ook, dat vond ik zo leuk. Erg mooi, maar we ook veel interviews van journalisten die dan vertellen... Of journalisten die geïnterviewd hebben en die dan hun ervaring daarover geven. Ja. En eigenlijk moeten toegeven van ja, soms kon je er geen touw aan vastknopen. Ja. Maar hebben jullie dat ook, dat naarmate het langer geleden is dat hij is overleden, dat je het steeds meer binnenkomt of zo? Ja. Nou, ik had vorige week vrijdag toen met die show die we maakten, dat ik echt een beetje aan het voorbereiden en ja... Volschoten? Nee, niet volschoten, maar wel onwerkelijk gewoon. Ja, het is ook niet iemand die ik zelf heb zien voetballen, wat ik net zei, maar wel gewoon... Mee ben wel opgegroeid ja. Van mijn vader. Videobanden ja. Van die docu heb ik denk 837 keer gezien dat hij aan het rennen was door het Amsterdamse bos. Oh ja, ik zat gisteren te kijken ook naar die documentaire op NPO 1. Zien, ja. En daarin zei Guardiola ook toen van ja, je kan je eigenlijk geen Barcelona zonder Cruijff voorstellen. Ja. En dat was toen hij nog gewoon in goede gezondheid was en alles. Ja, dat is ook eigenlijk wel echt zo. Ja, absoluut. Ik vond wel dat je het moeilijk beseft dat hij is overleden als je die documentaire zit te kijken. Want hij is dan natuurlijk al op leeftijd en dan kijk je terug op zijn carrière. En dan is het gewoon net alsof het gisteren is opgenomen. Ja, hij is van 2013 geloof ik. Ja. Dus ja, dat is nog niet eens zo gek lang geleden. Dan voetbal van dit weekend. Ajax wint. Eigenlijk vrij soepel. Ja, Milik. Ongelooflijk. Nou ja, niet ongelooflijk. Het is gewoon een hele goede spits. Nee, maar meer ongelooflijk dat het beetje, sinds dat het een beetje de discussie over hem is geweest. Hij is teruggekeerd. Nou, hij scoort aan de lopende band. Ja, absoluut. Al 6 of 7 wedstrijden op rij, geloof ik. En hij maakt ze ook echt uit alle hoeken en standen. Ja. Hoe kijk jij naar het Nederlandse voetbal? Ja, ik moet eerlijk toegeven, even kijken, de afgelopen 7 maanden zat je in Engeland. Ja. En ja, er zijn zoveel wedstrijden. Je hebt Super Sunday, dus je kijkt vooral Engels voetbal. Ja. Je kijkt wel naar livescore en je houdt de standen bij van het Nederlands voetbal. Maar echt beelden, weinig gezien, eerlijk gezegd. Ja. Nee. Ajax, Milik. Ja. Het is toch opmerkelijk om altijd dat gewoon een goed scorende spits te hebben. Hij is 21, 22? Hij is nu 22. 22? Ja, en dan zoveel kritiek te krijgen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook wel aan mee heb gedaan in het begin. Ik zag het ook niet echt een Ajax-spits in hem. Maar als je hem nu ziet voetballen, geweldig. Ja, zeg het maar. Hoe komt dat vertrouwen? Ja, geen idee. En dan nog is er nog altijd kritiek op hem, hè? Dat hij dan bepaalde facetten niet beheerst. Ja, maar dat is ook iets wat gisteren ook in die documentaire naar voren kwam. Dat zei Xavi, die zei dat van... Tegen Cruijff, het is jouw schuld, wij mogen niet alleen winnen en we moeten ook mooi voetballen. Ja. Ja, misschien is Milik scoort gigantisch veel, maar het is toch vaak niet... Wat vind jij dan, Jordi, als ik zie het? Nou ja, ik ben volgens mij hier ook altijd voorstander gebleven van Milik. En het domme verwijt wat werd gemaakt dat hij niet in de topwedstrijden zou scoren, hij speelde nooit. En dan stond hij er een keer en dan pakken ze de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, mede dankzij hem. En tuurlijk, het kan altijd wat beter, want ook tegen PSV krijgt hij nog 2 grote kansen. Maar ja, maakt er 1 en aan de andere kant staat de spits die hem niet maakt. Nee, het is wel lekker bezig. Het is wel Nederland, hè? Ja. Het is kijken naar wat een spits niet kan. Ja. En ik heb nu 2 keer in het buitenland gezeten en in Nederland is het vaak totale speler. Okay, bij Ajax vind ik wel dat je ook totale speler moet zijn. Ja. Maar heel vaak worden spelers beoordeeld op hetgeen wat ze niet kunnen, maar hij scoort wel. Ja. In andere landen, een spits krijgt de bal voor links en rechts. Als hij schiet en het goal is goed, voor de rest van de wedstrijd draagt hij geen knikker. En hij heeft er 18 in liggen, terwijl hij echt niet alles gespeeld heeft. Nee. Nee, het is toch ook gewoon zo met hem, als hij zo meteen op de EK de 2 of 3 maakt, dan is hij helemaal niet meer te houden van Ajax. Nee, maar daardoor was ik ook... Kijk, nu laat hij het ook echt duidelijk zien dat hij heel goed kan voetballen. Maar ik heb altijd gezegd van dat het een goede zet was van Ajax. Want zelfs als die mislukt, het is een Pools international... Er is er altijd nog wel een ham over of zo wat erin grapt. Ja, een kleine... Maar dat is natuurlijk wel zo. Die kijken naar zijn cijfers van... Nou, die heeft de 10 gemaakt voor Polen, die kopen we. Ja. Ja. En 22. Er was ook een strijd, tussen 2 andere topscorers in de Eredivisie. De Jong tegen Vincent Janssen. Dat leek ook een walk in the park voor PSV te worden. Uiteindelijk werd het nog 2-4. En dan zat ik later nog te denken... Het kan nog spannend worden met het doelsaldo. Ja, dat zou kunnen. Maar ze zijn doodziek van de PSV. Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Ja, maar als je ook zag hoe ze weggaven. Zag er niet echt solid uit bij. Volgens mij is het wel een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dat de AZ uit is een beetje een wedstrijd waarop ze in Amsterdam hopen dat PSV... Maar de PSV wint er altijd heel makkelijk. Echt heel makkelijk. Het is sowieso in de tijden van Jules geweest dat AZ daar nog won. Ja, dat is sowieso. Lekker speelt.
Maar sowieso 2-2. PSV dit jaar. 1-0 tegen Maarten Martens. Jij ja, gescoord. Oh, sorry. Kijk. dat vergeet je niet. Maar het kampioensjaar, dat begon met die overwinning tegen PSV voor mij. Ja, die stift van thuis, Maarten, toch? PSV, AZ thuis. Ja. Ja. PSV uit was gelijk. Ja. 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 Nee, maar PSV sowieso dit jaar blinken er natuurlijk in uit om tegen de clubs uit het rechterrijtje. Ja, precies. Nou, voor de winter te spelen. Het echt te laten liggen. En ik kan me herinneren, ook Groningen uit gingen ze lachend overheen. NEC uit, waarvan iedereen zei van nou, dat kan wel eens lastig worden, gingen ze ook lachend overheen. AZ gaan ze lachend overheen. Utrecht gingen ze ook lachend overheen. Ja, ik zie Marco van Ginkel. 5 goals. Ja. Ja, toch had ik hem in het begin de eerste paar weken dat hij echt aan het zoeken was. Ja, dat komt omdat wij bij die eerste wedstrijd waren, die PSV Utrecht in de beker. En toen was hij dramatisch. Ja, toen had hij rood moeten krijgen. Toen had hij rood moeten krijgen, was hij ook niet zo best. Daar wordt hij nu best wel op afgerekend. Ja. Van, hij doet alleen tegen de kleintjes. Denken jullie dat nou echt helemaal beslist is? Nee, absoluut niet. Kan gewoon nog. Natuurlijk, het blijft die Eredivisie. Dat is, weet je wat Jean-Paul terecht zegt over PSV tegen de kleinere clubs. Maar ja, Ajax, het is ook niet dat, weet je, de laatste weken. Maar het is niet een ploeg die gewoon 34 wedstrijden lang een constant niveau haalt. Ja, ik weet je, met NEC tussendoor is het natuurlijk dat beeld geschetst. Maar ik zie ze niet meer verliezen. Nee, maar ook tegen NEC hadden ze namelijk makkelijk moeten winnen. Vliezen, alleen, maar als ze een keer gelijk, dan komen ze weer. Dan heeft Ajax nog steeds een betere doelsaldo. Ja. Dan komen ze wel gelijk. Ja. Oh, dat weet je niet. Op wie zet jij je geld? Ajax. Ja. Peter? Ja, ik denk ook Ajax. Ja. Ik denk niet dat ze het echt weten. Maar wie wordt de derde? Ik moet zeggen dat ik nooit had verwacht dat Ajax überhaupt. Ik zei voor die wedstrijd van als PSV van Ajax wint, dan zijn ze er. En als Ajax wint, dan blijft het nog spannend. Maar natuurlijk, ze hebben de beste papieren. Jill, hoe volg jij je oude ploeg eigenlijk in Nederland? Op de voet? Of Dat ik denk, zo, laat ik eerst alweer de AZ. Zal ik ze even opnoemen? Excelsior, okay. Feyenoord, ADO, Vitesse, AZ, Feyenoord, Sunderjyske, zegt dat goed? Ja. NAC en Notts County. Nou, we gaan het straks hebben over de Rotterdamse derby. Maar bijvoorbeeld Vitesse speelde de Gelderse derby tegen NEC. Ja, verloren. Ja. Ja. Maar wat vind je nu van het vreemdelingenlegioen? Wat er de laatste jaren van sprake van is? Kijk, er zijn natuurlijk wel talenten gepasseerd bij Vitesse. Alleen ik vind het zonde voor een club, als club zijnde en als supporter zijnde, dat je geen eigen identiteit niet meer hebt. En het is een komen en gaan. Ja. Dat vind ik wel zonde, eerlijk gezegd. Ja. We zien hier een statistiekje onder Peter Bos en nu onder Rob Maas. Het gaat niet, het gaat een stuk slechter voor mij. Jean-Paul zit ervoor met zijn hand, dus ik zie niet hoeveel punten. Nou ja, het scheelt 14 punt per wedstrijd gemiddeld. Het gaat niet goed, dat is duidelijk. Nee, we kunnen het misschien over hebben met de VI-watcher van Vitesse, Stef de Bond. Yes. Dag Stef, hele goede morgen. Kijk, daar zit hij. Ligt het nou aan Rob Maas dat het nu niet draait? Nou ja, we moeten in ieder geval wel kijken naar de trainer. Onder Peter Bos was het heel duidelijk. Die werkte met een vaste basiself, wisselde enkel als het nodig was. Ja, Rob Maas blijft husselen. Gisteren was Valerie Kazashvili, misschien wel de beste voetballer van het elftal, weer het slachtoffer. Ja, en dat merk je aan het voetbal, maar ook in die kleedkamer. Want die jongens, ja, ze weten niet meer of ze spelen de aankomende weken. Het is onzeker. Ja, waar ligt dat dan aan bij Rob Maas? Nou, ik heb hem gevraagd naar afloop en hij geeft aan van ja, ik heb een selectie met een man of 16, 17 die ongeveer even goed zijn. En ik kijk naar de tegenstander wie dan moet spelen. Ja, in mijn mening moet je je beste voetballer altijd laten spelen. Je clubtopscorer, Valerie Kazashvili, die zet je er niet naast. En bijvoorbeeld achterin heeft hij nu al in de 12 wedstrijden dat hij hoofdtrainer is, heeft hij al 5 verschillende verdedigers ernaast gezet een keertje. Dus er is onduidelijkheid in dat elftal. Ja, dat zie je ook terug in het spel, want het voetbal onder Peter Bos, ja, is helemaal weg bij Vitesse. Ja, er was ook iets, hè, we nu toch over spelen. Kelvin Leerdam, wat is daar allemaal mee aan de hand? Ja, dat is wel leuk, want Arnold Kruiswijk stond linksback in de plaats van Ota. Nou ja, normaal zou Leerdam daar dan spelen. Dus ik stuurde hem even een berichtje van hoe is het? Ja, lekker, ik heb getraind met de tweede vanochtend en ik ben nu thuis bij de kleine. Dat zijn teksten. Ja, die jongen had een mooie zondag, het zonnetje scheen, zo'n leuke dag hebben gehad. Ja, nee, die is in conflict gekomen met de club in Voetbal International. Hij heeft eigenlijk niet echt iets heel geks gezegd. Hij heeft alleen gezegd dat hij baalde van de situatie. En dat er beloften waren gedaan die niet na waren gekomen. De club heeft het interview van tevoren gelezen. Ze hebben zelfs 2 aanpassingen gedaan. Die heb ik doorgevoerd. En dat was, kijk hoe goed zeggen, op zaterdagmiddag. En een week later, op vrijdagochtend, moet Leerdam op de club komen. En krijgt hij te horen, je wordt naar het tweede gezet. Tot ziens. Op basis van het interview? Op basis van het interview, ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ik heb daar sowieso
dat zo belachelijk. Altijd dat overtrokken gedrag van clubs als het om interviews gaat. Ben jij wel eens gestraft? Niet voor interview, nee. Maar, maar dit gebeurt vaak in het voetbal. En ik denk dat heel veel mensen daar geen weet of kijk van hebben. Ja. En als speler maak ik soms dingen mee, ook met collega's. Die denk van ja. Ja, wat denk je dat de reden ervan is dat hij dan wordt teruggezet naar het tweede? Aangezien ze het interview hebben goedgekeurd. Nou ja, kijk, Leerdam is een mondige jongen. En bij Vitesse merk je de laatste maanden dat mondige jongens aan de kant worden gezet. Gurum Kasia heeft dat meegemaakt. Piet Veldhuizen eerder in instantie al. Rusty Aschente naar Willem II. Ja, nu ook Leerdam. Leerdam heeft eerder al een keer aangegeven niet blij te zijn met zijn situatie. Is ooit gehaald bij Vitesse als rechtsback. En heeft eigenlijk overal gespeeld behalve rechtsback. Ja, nu in het interview is hij dan weer kritisch op de club. Ja, ze kunnen heel slecht tegen kritiek in Arnhem, dat blijkt. Is dat de dictator Mo Allag? Dat zijn jouw woorden. Hoe zou jij het omschrijven? Ik hoor het u zeggen. Ik hoor het u zeggen. Nee, kijk, Mo Allag heeft wel een hele eigen manier van werken. En dat is zo min mogelijk met de pers praten. En van bovenaf alles maar gewoon neerzetten. Ja, is het, ja, ik vind het moeilijk. Ik durf nog niet te zeggen dat het een dictator is. Maar het is wel zo dat ze bij Vitesse iets hebben. Iedereen die in de pas loopt mag mee. Een schouderklopje. En iedereen die ook maar een klein beetje tegen draad is. Ga op de bank. Ga lekker ergens anders voetballen. Zullen wij het dan maar zeggen? Dictator. Jij hebt het gezegd. Ik heb het gezegd. Ja, ik zei het zelf net ook. Maar Er is toch gewoon een persvoorlichter die dat interview gezien heeft. Ja, maar die heeft het ook goed gekeurd. Die heeft goed gekeurd. Twee aanpassingen gedaan. En ja, dan daarna gaat Maas er moeilijk over doen. Nou ja, ik denk meer. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of Maas of Allag. Ja, een van die twee. Het is de derby. Het is de wedstrijd van het jaar, zei Ernest Faber gisteren. Hoe hebben de Vitesse supporters daarop gereageerd? Op de nederlaag? Ja, het meest gehoorde is de hashtag Maas out. De supporters van Vitesse zijn compleet klaar met Rob Maas. Je merkt ook. Voorafgaand Ernst Faber heel bezig met dit is de wedstrijd van jaar. En ik heb de jongens de hele week op scherp gezet. En Maas had zoiets van, ja, ik ben er niet te veel mee bezig geweest. Ik heb het de jongens niet te veel verteld. Ja, daar moet je in Arnhem niet mee aankomen. Je moet die jongens op scherp zetten. En zeker, jullie zeggen het al, veel jongens van buitenaf. Ja. En die jongens moet je het gevoel geven hoe belangrijk die wedstrijd is. De sfeer in het stadion was fantastisch. De supportersgroepen deden er alles aan. Maar ja, ik proefde bij sommige Vitesse-spelers niet echt het gevoel dat dit de wedstrijd van het jaar was. En ja, dat steekt heel erg in Arnhem. Kijk, je mag een keer minder voetballen. Je hoeft geen kampioen te worden meer. Die tijd hebben ze gehad in Arnhem dat ze dat dachten. Alleen ja, je moet je mouwen opstropen. Je moet die wedstrijd willen winnen. En dat zag ik bij NEC wel gisteren en bij Vitesse niet. Nee, duidelijk. Laatste vraag. Hoe ziet het Vitesse voor volgend jaar eruit? Er lopen wat contracten af van spelers. De trainer. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, goede vraag. Joost de Wit, de algemeen directeur, heeft vorige week nog aangegeven in Voetbal International dat hij zeer tevreden is over Rob Maas. Ja, ik moet even bekennen, ik kan me niet voorstellen dat hij volgend jaar nog hoofdtrainer is in Arnhem. Ja, en de selectie, er lopen een paar jongens af. Nou, Piet Veldhuizen kan dan voor de reservekeeper, maar die jongen verdient ook een kleine 8 ton per jaar. Dus ik snap wel dat ze er afscheid van nemen. En er zijn een paar jongens, ja, die willen weg. Een Kelvin Lidan hebben we genoemd. Je zit met de Chelsea-huurlingen, is natuurlijk ook altijd een item. Ja. En nu 5, komen die terug of niet? Nou, Vitesse is alweer in gesprek met Chelsea. Maar je mag het niet hard op roepen in Arnhem, want dan krijg je weer de kritiek van ja, de pers, de media is er bezig met het bestje van Vitesse. En het keihard roepen dat er weer allemaal verschuivingen plaatsvinden. Maar ja, de kans dat er bij Vitesse weer 8, 9, misschien wel 10 andere jongens lopen is vrij groot. Duidelijk. Je hebt het toch wel gezegd. Ik heb het toch gezegd. Eén dingetje, ik zie dat jij met Gilles Wet zit. Ja. Ik hoop dat hij de training van vorig jaar bij Notts County nog herinnert. Ja, zeker. Ja. Boven zijn knieën afgezaagd, ja, zelfde bond. Wat, 3 keer door de benen volgens mij? Hij bij jou? 2 keer, Gilles. Oh, 2 keer. Oh, okay. Lekker, Stef. Goeie voorzet geven, Gilles komt nog goed in. Dankjewel, Stef. Yes. Het is natuurlijk wel ongelooflijk. Iedereen, elk jaar gebeurt dit ook bij Vitesse. Weet je, dat die verschuiving aan het eind van het seizoen. Het lijkt me zo frustrerend als supporter. Maar ik had het nu niet verwacht. Want ze hebben de afgelopen jaren altijd zoiets gehad dat de eerste seizoen zelf was aftasten. En dan in het tweede seizoen dat ging het fantastisch voetballen. Omdat dan waren de jongens allemaal ingepast. Maar dat is de kracht van Peter Bos ook geweest. Ja, je ja, ziet maar... nu hoe belangrijk Peter Bos is geweest. Ja, precies. Hij heeft alles bij elkaar gehouden. Nu, alle rotzooi komt weer naar buiten. Het lijkt me voor Stef heerlijk werken, want elk interview is bijna raak nu met die voetballer. Ja, dat is altijd geweest bij Vitesse. Ja. Met alle respect, dat kwam altijd heel Peter Bos. Heel we kunnen de boeken van Marcel van Roosmaal nog wel herinneren. Ja, maar niet onder Peter Bos. Nee. Dus ja, die heeft het gewoon met terugwerkende krachten heel goed gedaan. Moment van de wedstrijd trouwens, die was wel in voordeel van Vitesse. Want het was Kevin Dix die Brian Burg een salto liet maken. Die kappen wij. Oh man. Maar, die aanname van Limbombe. Toen stond ik ook op de bank. Bij die goal. Ja, mooi. Die aanname bij die 1-0 van Limbombe, ja, heel mooi. Ja, heel goed voetbal. Gilles, hoe is het met je voetbalkennis? Hangt er vanaf hoe ver je terug gaat en wat voor vragen het zijn.
Oké, nou, we hebben elke week een quiz vandaag. De quiz was van vorige week, makkelijk om mee te beginnen. Welke vier ploegen degradeerden, naast Real Madrid, nooit uit de Primera División? Ja, dat zou sowieso Barcelona zijn. Ja. Ivan, je mag hem helpen hoor. Atletico. Ja, heel goed. Nee, welke, wat zei je? Atletico zei hij. Nee, die zijn geleden. Nee, die zijn geleden. Ja. Het is al lang geleden, ja. Er zat een hele vuile instinker bij. Ja, zeker. Nou, ik heb een half uur... hij vroeg om aan mij en ik heb een half uur heb ik hem zitten ondervragen en ik kwam er gewoon niet uit. Zeg het dan, zeg het dan. Ja, ik ben giftig, ja. Valencia? We hebben ze wel. Atletico Bilbao, Getafe en Eibar. Maar Eibar is de instinker. Getafe ook. Die zijn gewoon er allebei ingekomen en dat zijn gedegradeerd. Ja, je hebt gelijk. Ja, ze zijn erin gekomen en nooit gedegradeerd, wat Jean-Paul zei. De winnaar, Stan Kemps, die had het goed. Gefeliciteerd Stan, jij wint een voetbalculture shirt. Dan de vraag van deze week. Tegen welke club wist Johan Cruijff 18 keer te scoren in eredivisieverband? En daarmee was de club die we zoeken het favoriete slachtoffer van de op 24 maart overleden Cruijff. Oh, dat zijn messiaanse cijfers. Ivan, eerste gedachte? 18 keer? Ja, ik zeg Den Haag. Feyenoord kan ook nog? Ja. Ja, ik zou ook zeggen Feyenoord. Ja, wilde Haarlem. Haarlem. Mocht jullie het antwoord weten, stuur je antwoord in aan hashtag FC Afkikken en maak je kans op een voetbalculture shirt. En deze week is er natuurlijk ook weer een overzicht van Young Wellens over de Jupiler League. En die is vanmiddag of vanavond te zien op ons YouTube kanaal. Dus check hem daaruit. En Ivan zat al te wachten erop. We gaan hem zien nu of niet? Nee, we gaan hem niet zien. Jee, we gaan hem ook nog opnemen. Ik ben wel benieuwd of hij nog wat gaat zeggen over Kevin van Kippersluis. Nou, ja, hij heeft ongeveer aan iedereen gevraagd hier. Ja. Ik zou hem maar geld op inzetten. Jules Zwart weet inmiddels ook wie Jinti Kanepil is. En, toch? Dat was de eerste vraag toen je binnenkwam. Ja, dat was de eerste vraag. Ik dacht dat het nog steeds een aprilgrap was, maar blijkbaar is het een Belgisch talent. Ik wist het niet, sorry. Hey, ik denk dat er één iemand... Nou, er zijn wel meer mensen die afgelopen weekend heel blij waren. Maar Erwin van der Looy, dat zie ik normaal als een hele nuchtere man die niet zo snel juicht. Die ging door het plafond, als het er geweest was, in het Kyocera stadion. Na 6 keer, voor mij de eerste overwinning in 7 wedstrijden, 6 keer achter elkaar verloren. Ongelooflijk. Ja. Zou het een nieuwe trainer van Vitesse zijn? Nou, daar zou ik aan te denken. Oud speler natuurlijk ook, hè? Ken Mo Allag was verdedigingsduo bij Groningen vroeger. Ja. 1-1 is 2. Ja. Zou je zeggen, van wel, ja. Maar wat een bizarre wedstrijd was dit. Ik weet niet wie... Ik heb een stukje delen gezien. Ik heb de tweede helft. Michael gezien. De Leeuw kreeg dus na, 28 minuten... Vond wel heel makkelijk gegeven, de rode kaart. Ja. Vooral Beugelsdijk ook niks deed. Nee. Ja, die lokte hem uit met zijn knie tegen zijn hoofd. Maar goed, die hebben dus 60 minuten tegengehouden. Sergio Pat heeft, denk ik, 837 reddingen gemaakt. En op een gegeven moment gaat Rasmus Lindgren op 35 meter achter een bal staan. En die knalt hem binnen. Hij kon er naartoe lopen, keeper. Maar dat deed hij niet. Nou ja, het was wel heel hard die bal. Ja, dat was wel Weet je wat, maar het was wel heel ver. Als ik hier zit en er wordt een foto van een trainer getoond. Hoe oud ze worden in korte tijd. Dat is het, ja. Moet je kijken, wat een grijze haren, groef in zijn gezicht. Terwijl ik denk dat hij 45 is of zo, 46. Winter Groningen. Het is ook wel een seizoen om ouder van te worden. Ja, ja. Zeker. Nog zo'n jaartje en... gelukkig dan gaat hij naar een rustige club toe. Tuurlijk, Vitesse, ja. Dan kan hij lekker gewoon achterover leunen. Over mooie vrijtrap gesproken. Hakim? Ja, zie je? Je wou Payet zeggen. Ik wou Payet zeggen, ja. Maar dan gaan wij het zo uitleggen. Nee, jezus. Wat ja, ik heb er nog wel een paar gezien. Maar zie ik ook wel. Zlatan. Ja. Hey, zie je beste speler van de Eredivisie? Wie is het ermee eens? Ja, ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Ja. Ja, alleen ik... Blijf wel zijn gelijk, maar wel op. Nee, maar hij zit sowieso bij de beste. Het is een hele goede speler. Het staat buiten kijf. Of het de beste is... Op zijn positie ik heb dit jaar... Misschien zijn positie, maar ja. Ik ga dan ook denken vorig jaar. Ik vind Guardado fantastisch. Ja, okay. Nee, maar daarom zeg ik, het is lastig vergelijken. Ja, maar er is denk ik niemand die in zijn eentje zoveel invloed heeft op een elftal. Precies, dat is wel een smaak maken. Hij heeft het hele elftal om zijn... Ja, sorry, maar vergeleken met hem... Gewoon hout. Nou, gewoon hout dan ook prima. Hij heeft heel veel hout op zich heen. Ja, het ook en, wel hij neemt dat elf op zijn rug, toch? Ja. Ja. Nou, hij is weg, sowieso. Ik denk dat... Ja, is die club niet weg straks? Ja. Wat scouts zijn geweest die nu denken van... Hadden we hem toch in de winterstop moeten halen? Ik bedoel... Voor de zekerheid, want nu denk ik dat er een boel buitenlanders bij komen. Ja. Ja. Nou, of Feyenoord, dat die wilde hem wel hebben, maar die wilde hem ook niet de garantie geven dat hij op zijn favoriete positie... Die koos een Bilal. Ja. Alleen wat ik niet snap met hem is, waarom of nou... Koos zei toen Torsta? Nee, Torsta is later geweest. Ja? Ja.
Voor mij ging het ook om Toornstra. Toen ging hij toen naar Twente. Voor mij was het... Toornstra zit er toch al lang, hè? Ja. Er zit nu 2 jaar. Wat ik niet bij hem snap, dat vind ik jammer. Want het is zo'n mooie voetballer en hij is zo boos op de wereld. Ja. Dat en waarom nou? Waarom nou? En jullie hadden het laatste interview met hem toch, met de Volkskrant? Ja, dat... Dat ging ook gewoon via de persafdeling, neem ik aan. Nee, zeker niet. Nee, ja, Bart Vlietstra was een prachtig interview. Eindelijk een voetballer die gewoon vrijuit sprak. Was dat toen niet zo boos op Van Basten? Ja. Nou, hij was helemaal... Of niet boos, maar hij haalde wel uit. Nou ja, hij zei gewoon wat hij ervan vond. Ja. En ik vond dat hij dat nog redelijk netjes deed. Maar sowieso weinig voetballers durven zo'n icoon als Van Basten dat over te zeggen. Ja, maar ook over René Haken was hij natuurlijk ook vrij kritisch. Ja. Ik heb eigenlijk niks met die man. Ja. Nou, dat ze een keer een aanvaring hadden gehad en dat het eigenlijk nooit meer was goed gekomen. Maar ik denk ook wel dat je spelers hebt die best wel misschien soms vrijuit spreken. Maar kijk, dit is dus niet via de persafdeling gegaan. Dus dan het hele verhaal wat opgeschreven is ook gewoon zo gebleven. Ja. Bijvoorbeeld Kelvin Leerdam had misschien ook wel kritisch gewoon zijn hart laten spreken. Nou, er komt dan weer een persafdeling van Vitesse of een andere club. Die op een gegeven moment zegt, sorry. Maar kijk, dat is het voordeel als je echt de allerbeste bent. Je kan aan iedereen scheid hebben. Dat is het natuurlijk, ja. Maar het is ook wel redelijk selectieve boosheid natuurlijk. Want ik heb, je moet alles kijken voor dit programma. Dat is een vlog van Toussani. En daar is hij hartstikke, weet je, als het vrij uit is en hij vindt het zelf leuk, dan is het ineens... En die van de meiden. Supergezellig. Ja, in de van de meiden toch? Deed hij ook leuk. Ja. Maar in de beeldvorming staat hij er niet zo best op. Hij maakt een wereldgoal, laatste minuut, ze winnen. Maar hij loopt echt weg, alsof het, alsof hij in zijn enkels is geschoten. Ik denk dat zo'n René Haken ook niet de kwaliteit bezit om gewoon eens met die jongen te gaan zitten. En gewoon eens, hoe gaan wij nou met z'n tweeën nog hier een leuk half jaar voor maken? En wat zit je dwars? Vertel het gewoon, dan gaan we daar aan werken. Maar je ziet aan zo'n Haken ook, die maakt er een strijd van. En dan heb je echt een slechte aan Ziyech. Want dan krijg je dit boze. En zonde. Je mag het er niet meer over hebben, maar Nederland zelf wel idem dito, toch? Ja. Ze hebben toch ook gewoon verkeerd behandeld. Ja. Ik denk dat het niet eens zo slecht is om er een strijd van te maken, maar dan moet je hem wel op de juiste manier kunnen prikkelen. Ja. Want er zijn ook, ik denk ook dat er ook harde trainers zijn waar hij mee weg zal lopen. Ja, en hij kijkt gewoon niet tegen Haken op. Nee, precies. En ja, dus dan wordt het ook een lastig verhaal. Jules, met wie heb je dat ooit gehad? Een teamgenoot die ook eigenlijk zo goed was, maar gewoon niet heel makkelijk mee was om mee om te gaan? Dan moet ik eigenlijk terug naar de jeugd. 2 voorbeelden, Leonardo en Van Persie. Terwijl ik persoonlijk had daar totaal geen problemen mee. Nee. Alleen andere mensen vaak wel. En het is de kunst om de juiste manier te vinden om die jongens te begeleiden. Ja. Bij Van Persie is het duidelijk Wenger geworden. Ja. Plus Bergkamp en Henry. En Leonardo was een beetje hetzelfde. Dat was voor trainers vaak heel moeilijk. Als speler zijn, ik had zoiets van, laat hem lekker doen, want hij beslist toch de wedstrijd. Alleen daar moet je als speler ook overheen kunnen zetten. Maar wat is het dan, de ego van een trainer op een gegeven moment, die zegt, nee, we moeten gewoon aan de regels houden, in plaats van... Ik vind dat niet altijd. Ik denk dat je als trainer moet kijken naar spelers individueel. En niet iedereen heeft dezelfde behandeling. Nee, maar dat bedoel ik, dat sommige trainers gewoon heel strikt zijn, het teambelang gaat boven alles, iedereen moet linksaf, en als dan iemand zegt, nee, ik ga even rechtdoor en dan rechts, maar ik kom uiteindelijk op links. Het kan werken, maar dan moet je wel de spelers ervoor hebben. Als je weet dat je een speler hebt met een ander karakter, dan moet je hem of niet in je selectie hebben, of dan moet je hem niet aantrekken bijvoorbeeld. Kijk, Van Gaal was bij AZ ook zo. Van Gaal met Meunier Andouille, die behandelde... Ik gaf hem een klein beetje vrijheid. Ja. En dat moet. Meunier is een type die moet ook vrijheid hebben. Als hij te veel opdrachten gaat geven, is dat niet goed voor het team. En niet als, voor hem als persoon en ook niet goed voor het team. Nee. Maar dat is de kwaliteit toch? Het managen van een groep. Kijk, het resultaat staat boven alles. En of je daar nou linksom komt of rechtsom, het zou mij geen donder uitmaken. Als we zondags maar winnen en dat we kampioen worden. Als trainer heb je de taak om het beste uit je mensen te halen. Nou, ik weet wel, Leonardo heeft het beste gepresteerd onder Henk ten Katen. Die heeft hem, toen hij naar Ajax ging, heeft hij hem eerst thuis uitgenodigd. Lekker eten gemaakt. Lekker verwend. En hij heeft een fantastisch seizoen toen bij Ajax gemaakt. En al die andere trainers hebben problemen met hem gehad. Ja, zeg maar hoe dat komt. Ja, maar de regels moeten geen doel op zich zijn. Nee, het zijn ook allemaal van die conflicten die zie je van een kilometer aankomen. Ja, het gaat allemaal nergens over. Ongelooflijk. Ja. Het is meer het management dan voetbal bijbrengen. Hoef je bijvoorbeeld een Van Persie en Leonardo en een Ziyech niet. Zie je nu met, bij een Ziyech moet je alleen zorgen dat hij zich goed voelt. Ja. Dat zie je met zo'n Rob Maas nu ook misgaan. Weet je, even allemaal met autoriteit te maken en zo. Jezelf heel belangrijk vinden. Ik vind het ook zo vreemd, want Gilles, jij zal het toch ook erkennen. Alle voetballers hebben al een uitzonderingspositie. Ze hebben allemaal al privileges ten opzichte van normale mensen in de maatschappij. En dan die allerbeste, die mogen zich dan niet nog een beetje een prima donna gedrag gebruiken, weet je wel. Ik vind dat een beetje hypocriet. Als die hem gewoon in de kruising schiet, dan staan we allemaal te juichen. Ja. En dan moet hij daarna weer in de pas lopen,
Er zijn natuurlijk twee opties. Of het team, het gaat er volgens mij om hoe het team erop reageert. Want natuurlijk kan je die uitzondering geven, maar als je team het heel storend vindt dat hij van alles mag en dan moet je hem weg of aan laten passen of niet. Maar als het team zegt, zoals wat Chiel net zegt, ja, boeien, hij beslist elke wedstrijd. Als ze er zo mee omgaan, ja, dan precies, moet je gewoon lekker laten doen. Maar dat voelt staat met een goedje bent. Ik wou net zeggen, maar dan moet je het ook waarmaken op het veld. Precies. Niet de capsones hebben en niet waarmaken, dat werkt ook niet. Dat werkt dan weer tegen de groep. Maar van Zier kunnen we niet toch wel zeggen dat hij het waar maakt. Hij maakt het waar, ja. Ja, maar je kan er nooit 34 wedstrijden waar maken. En dan moet je gedekt zijn door de trainer die zegt, jongens, dit is Leonardo of dit is Ziyech, die zit zo en zo in elkaar, wat doen we? Ja. Leg je het bij je spelersgroep, dit is eigenlijk heel simpel, want het is gewoon management, management zoals we ook op kantoor... Wat zegt meer over die trainers? De beste trainers tegenwoordig. Het zijn gewoon people managers. Juist. Ja. Ik vind het mooi, bij Dimitri Boulikin heb ik die docu gezien over ADO Den Haag. En die heeft vaker niet getraind gedurende dat jaar. Toen kwam hij op de club en zei hij, no training today. Maar ja, iedereen pikt het gewoon, want op zaterdag... Hij schoot er 35 in. Ja, dan geloof ik dat. Maar ik zou als speler daar ook totaal geen moeite mee hebben. Wat jij zegt, van als iemand gewoon levert wat hij kan. Het is een teamsport, hè? Dus op het moment dat iemand mijn team beter maakt, profiteer ik daar ook van. Ja. Maar zou je het ook pikken als hij op jouw positie speelt? Dan, natuurlijk, je vindt jezelf altijd beter. Ja. Dus dan denk ik niet. Zo werkt het wel. Ik ben altijd een dealende speler geweest, dus ik had daar nooit moeite mee. Nee. Ik had er nooit moeite mee, maar ik kan me voorstellen, als jij even hard traint, maar je krijgt die kans niet, nee. Jij wel af en toe zit. Hoe is jouw band met Dick Advocaat? Gewoon normaal. Ja, wat is jouw herinnering aan hem? Eigenlijk hetzelfde. Een manager en op zijn eigen manier. Je hebt een groot verschil tussen Advocaat en bijvoorbeeld een Van Gaal. En ik vond Advocaat, die kon mensen echt op scherp zetten. Vrijheid geven buiten het veld. S'morgens het ontbijt, s'middags lunchen. Terwijl Van Gaal ook samen was. En Advocaat was, als je wil eten, eet je, wil je niet. Ja, dan niet. Maar hij kon spelers echt op scherp zetten. En dat was ook wel duidelijk langs de lijn. Want ik denk dat hij zelf 19 minuten aan het meespelen was. Hij was zo fanatiek. Maar wel een goede trainer. Ja, hij heeft het nu bij Feyenoord. Ik weet niet hoeveel kopjes thee en koffie hij inmiddels heeft gedronken met de trainer van Bronckhorst. Geen Gio meer zeggen. Maar het is een voortreffelijke reeks. Na Roda gelijk gespeeld, daarna voor mij 5 of 6 wedstrijden op rij gewonnen. Maar de competitie en ook de beker. Waar we bang voor waren. Want als het nu slecht was blijven gaan, dan had het... Kijk, hier hebben we die reeks. 2, 4, 6 overwinningen en 1 gelijkspel sinds de komst van Dick Advocaat. Ja. Op zich is het ook helemaal niet zo gek wat Feyenoord heeft gedaan. Een coach moet ook gecoacht worden. Zeker een coach zonder enige ervaring. Dus en je zag dat bij Hiddink en Cocu werkte dat ook. Bij Feyenoord werkt het nu ook. Dus ik zie hier een soort trend ontstaan dat er weliswaar jonge trainers worden aangesteld met op de achtergrond een beetje de ervaren mensen. Het enige wat ik wel een beetje vreemd vind is, waarom zit Wouters daar dan? Weet je, die had eigenlijk de advocaat van de rol van advocaat moeten hebben. En Van Gastel? Wouters, ja, okay, Van Gastel, die hebt een hele staf. Ja. Kijk, je hebt wel een klankbord. Oké, dus dat is misschien waar dat trainers ook een klankbord nodig hebben. Op de achtergrond, maar in het begin was het niet op de achtergrond. Nee, zeker niet. Ik moet wel zeggen, van het lijstje, ik heb de laatste wedstrijd niet gezien tegen Excelsior, maar het is wel slecht elke week, zeg. Ik was bij Feyenoord Graafschap 2 weken terug. Het valt nu even de andere kant op. Ondanks het klankbord, het blijft Feyenoord. Feyenoord moet ook gewoon winnen. Ja, zeker. Ja, maar dat is, we hebben het bij Cocu bijvoorbeeld gezien. Nou, die werd helemaal kapot gemaakt in zijn eerste jaar bij PSV. Toen kwam Hiddink. Nou, Cocu was natuurlijk een tijdje uit de running door een tumor die verwijderd werd. Dat is achteraf misschien ook wel zijn redding. Hè? Die kon gewoon een beetje weer terug in de luwte. En uiteindelijk, nu wordt hij alom in Europa geprezen. Bijvoorbeeld hoe die PSV heeft geprepareerd in de wedstrijd tegen Atletico Madrid. Maar er zijn ook weer hele andere ploeg. Jongens die 2 jaar verder zijn. En Guardado is erbij gekomen. Ja. Weet je, het wordt altijd misschien dat wij er ook wel een rol in spelen als media, maar altijd zo'n strijd van gemaakt. Van als er dan Advocaat of Hiddink komt, van dan heeft het meteen, kom je aan het gezag van de trainer. Terwijl bedrijfsleven is dit toch heel normaal. Ja, maar die beelden die op training dat had hij wel slimmer moeten doen. Laten we even trouwens ik zou inderdaad als club niet zo mee koketteren. Nee, ik hoorde van Hiddink, die ging gewoon achter een elektriciteitskastje staan. Kijk, laten we het even vragen, Martijn Krabbedam. Zijn ze al bezig met een standbeeld voor Dick Advocaat? Een standbeeld? Ja? Nee, nog niet. Zijn ze er nog niet mee bezig? Nee, even wachten op 24 april, denk ik. Oké, dan wel. Nou, als ze winnen, dan een heel klein standbeeldje misschien. Ja, heel klein. Nee, maar we hebben het er net over. 7 wedstrijden, 6 gewonnen, 1 gelijk. Sinds Dick Advocaat. Te veel eer voor Dick Advocaat?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat dat Dick van invloed is geweest. Dat kun je ook zien aan de manier waarop ze zijn gaan trainen, maar ook aan de opstelling. We hebben natuurlijk een aantal kleine dingetjes veranderd wel. Dus Van Bronckhorst heeft absoluut wel geluisterd naar Advocaat. Dus ja, die heeft verdiend absoluut ook credits. Maar goed, ook Van Bronckhorst zelf, hè. Want zijn zattrainers zullen zattrainers zijn geweest die hadden gedacht van, nou, dan hoef ik niet zo'n adviseur boven mij. En Van Bronckhorst in principe in eerste instantie ook niet. Maar ja, nu die er toch is, maakt hij er maar het beste van. Ja, Jens Toornstra voor mij de belangrijkste wissel die hij heeft gemaakt. Speelt nu elke week. Afgelopen zaterdag weer belangrijke... Sorry? Een beetje in zijn oude rol, zoals hij vorig jaar eigenlijk onder Rutte deed. Je ziet hem ook overal op het veld. Ik weet niet, geen idee of dat een opdracht is of dat hij maar het gewoon zo zelf invult. Maar hij doet het in ieder geval wel. En je ziet wel dat Feyenoord daardoor wel wat sterker is inderdaad. Maar goed, Kuyt ook in de as. Dat is natuurlijk ook een idee van Advocaat geweest. Wat dat betreft staat het wel beter. Ja, twee assisten had Toornstra. Ja. Afgelopen week, die is lekker bezig. Scoort en assisten. Ja, nou goed, hij was zeker natuurlijk vorig jaar in die eerste fase van het seizoen. Was natuurlijk gewoon een belangrijke speler voor Feyenoord. En het is natuurlijk lastig als je de overstap maakt van Utrecht. Dan komt er altijd een moment dat het even wat minder gaat. En dat je zoekende bent en dat je in een dipje zit. Ja, dan moet je dan maar uitzien te komen. En dat heeft Toornstra toch knap gedaan. Ja, dan is het, ik zie het elke week zie ik er wat verschijnen. Vilena, ook iemand die na de winst op zich in de basis heeft geknokt. Wat is zijn toekomst? Nou, die ligt voor ons nog niet bij Feyenoord. En toch, als je kijkt, hè, elke week weer, is dat toch vrij pijnlijk. Want ik vond hem tegen Excelsior eigenlijk ook weer de beste aan Feyenoord kant. En dat is die eigenlijk al een aantal weken. Die jongen die heeft eigenlijk alles wat je als middenvelder moet hebben. Hij is ontzettend sterk. Hij heeft een goede techniek, een aardige trap. En hij is pas 21. Ja. Ja, zo'n speler. Die zou je natuurlijk jarenlang bij je club willen hebben. Alleen, ja, ze zijn er qua contract natuurlijk niet uitgekomen. Hè. En het probleem is nu dat hij dadelijk transfervrij de deur uitstapt. In die zin dat Feyenoord nog wel een opleidingsvergoeding voor hem krijgt. Maar dat is toch als club niet wat je hoopt. Die jongen die zat sinds de F'jes bij Feyenoord. Die heeft daar alles doorlopen. Die hebben ze opgevoed, opgeleid. Ja, die gaat dadelijk gratis weg. Dat is natuurlijk voor een club killing. Ja, want ze hebben hem nog wel een sterk verhoogde aanbieding gedaan, las ik. Ja, een verhoogde aanbieding. Dat was in januari al, hoor. Ja. Dus dat is al een hele tijd geleden. Daar is hij niet op ingegaan. Ja, kijk, er is ook wel een hoop gebeurd met Vilena. Het raar is natuurlijk dat vorig jaar dat hij er alles aan deed om maar te mogen spelen. En dat ging toen niet. En dat had ook te maken met zijn contract dat hij niet wilde verlengen. Nou ja, dat heeft hij dan niet gedaan. En een jaar later, dat hij eigenlijk de deur uitloopt, dan speelt hij ineens. Dus dat is natuurlijk ook heel gek. En daarmee zet Van Bronckhorst aan een heel klein beetje toch zijn technisch directeur ook wel voor het blok. Hè? Want normaal gesproken zijn zat clubs waarbij spelers die niet spelen, of tenminste die hun contract niet willen verlengen, ja, die gaan dan gewoon op de tribune zitten. Ajax is natuurlijk zo'n club met Boylissen bijvoorbeeld. Ja, die hoeft nergens meer op te rekenen. Alleen Van Bronckhorst die kijkt gewoon heel simpel naar wat heeft mijn elftal nodig. En hij ziet dat Vilena gewoon wekelijks een van de betere spelers is en stelt hem op. Dus ja, lastig voor Feyenoord. Ja, lastig voor Feyenoord. Hoe lastig gaat het worden voor Dirk Kuyt als ze straks de bekerfinale niet winnen om door te gaan? In die rol die hij nu heeft, denk ik dat hij gewoon doorgaat. Je ziet wel dat het voor hem beter is. Kijk, aan die rechterkant hing hij er een beetje. En dan had hij natuurlijk ook, was hij ook wel van waarde als hij naar binnen trok en ruimte maakte voor Karsdorp. Maar bij Toornstra op die positie is dat gewoon nog beter ingevuld. En Kuyt in de as, ja, daar heeft hij natuurlijk gewoon de kwaliteiten voor. Het is de meest slimme speler van Feyenoord. Ik heb wel eens, volgens mij bij jullie ook verteld, dat je tijdens de voorbereiding in Oostenrijk speelde hij een aantal keer ook als centrale spits of inderdaad kort daarachter. Ja, dat was het gewoon de beste. Hij ziet wanneer je hem één keer moet raken. Hij beweegt slim, leidt nooit balverlies. Ja, op deze manier kan Kuyt absoluut nog mee bij Feyenoord. Hij wordt wel 36 komende zomer. Maar Feyenoord wil hem sowieso erbij houden. Ook vanwege zijn rol in de kleedkamer, zoals het dan zo mooi heet. Hè. Maar die heeft hij wel degelijk. Het is wel een speler tegen wie de jonge voetballers bij Feyenoord ook opkijken. Als ze testen doen, dan behoort Kuyt met zijn 35 nog steeds tot degene die de meeste, ja, hoe zeg je dat, wattages bij elkaar trapt op zo'n home trainer, weet je wel. Dus dat soort dingen is hij gewoon een voorbeeld voor iedereen. Ja, hey, maar is de status van Kuyt nu ook zo groot dat hij gewoon bij Martin van Geel naar binnen loopt en die zei, we hebben hier en daar versterking nodig en zo niet dan tabé? Nou, volgens mij speelde hij de afgelopen zomer ook al een rol in. Er ging niks, er kwam geen speler binnen zonder dat Kuyt daar niet volop de hoogte was. Hij werd wel eens gekscherend technisch directeur genoemd, hè, bij Feyenoord in het begin. Want hij was heel close met Van Geel. Ik vind hem leuk, ja.
Ja, ze zaten bij het trainingskamp ook heel vaak bij elkaar, weet je wel. En een beetje praten over het elftal, over wat er eventueel bij moest, wat weg moest, wat kon verhuurd worden. Dus hij was daar zeker nadrukkelijk mee bezig. En ja, ik vermoed dat het wel gewoon op deze manier verder gaat. Alleen Kuyt moet zelf ook nog even officieel aangeven of hij verder wil bij Feyenoord. Dan neemt hij de tijd voor. Ze hebben gewoon een afspraak gemaakt, club en hij, dat ze dat allebei gewoon kunnen bepalen. Dus als Kuyt zegt, ik blijf nog een jaar, dan is er niemand die zal zeggen van, nou Dirk, dat lijkt ons niet zo'n heel goed idee. Dus die vrijheid heeft hij. Oké, mooi. Goed om te horen. Dankjewel Martijn. Ook op de vroege ochtend. En we spreken elkaar. Komt goed. Hoi, hoi. Veel plezier nog. Hoi, hoi. Is dit niet live dan? We zijn niet live. Ik heb het live deden. Ik heb net de avond gegeten, dus ik hoop het wel. Maar goed, ja. Ik hoop wel dat Kuyt blijft. Ik bedoel, ik weet nog begin dit seizoen, toen had je heel lang die running gag van, ja, hij schiet nooit. Nou, dat was de oude journalistiek tegen de statistiekenbord. Maar heeft hij er toch al geloof ik 15 in liggen? Ja, zeker. Ja, die statistieken hoor je niet zo. Nee, even meer. Bijvoorbeeld, hij heeft er 2 gescoord hoor, afgelopen weekend. Ja. Ja. Half shirtje uit. Ja, wat was dat? Dat juichen. Ja. Maar gewoon, doe nog gekker, hè? Misschien zijn buikspier laten zien of zo, maar ik weet het niet. Ik heb een keer die Grasman van Feyenoord geïnterviewd, die terreinknecht. En die wordt dan helemaal gek als Kuyt met zijn knieën zo. Dan heeft hij weer een week werk. Die man met die Fox-promo. Ja. Ja, maar Wietel had je er vroeger ook aan, Sven. Die werd wat helemaal gek van die keepers die dan op streep trekken op de 16. Ja. Helemaal gek. Toen was hij weer 2 weken bezig. Meter, ja, een beetje punt. Ja. Nou, Kuyt wordt 36. Jij bent nu 33. Hoe lang wil jij nog door? Ik denk dat je naar je lichaam moet luisteren. En zoals net al gezegd is, Kuyt was al, toen hij jong was, van nature zo fit. En als je lichaam goed aanvoelt, dan moet je gewoon doorgaan. Lichaam, geest. En hoe is dat met Jules Wert? Voelt zich nog als een jongen van 20? Niet als 20, maar ik voel me nog wel fit genoeg om door te gaan. En dat is de reden waarom ik op dit moment nog niet wil stoppen. Okay. Nick van der Velde is ook 33 uit mijn hoofd. En je weet het, hè, als je hier komt zitten en Nick kent je, dan belt Nick je gewoon op. Hey, ik heb nog wel een leuke video voor Jules. Nou, laten we maar horen wat Nick voor Jules heeft te zeggen. Jules, goedenavond. Je zit benieuwd, hoorde ik. En ik dacht, laat me even een leuk filmpje sturen voor Jules, wat hij ook voor mij gedaan heeft. En, je moet even een leuk verhaal vertellen over Miami, toen we daar met Boy waren. In het hele goedkope restaurantje. En dat ik die krap besteld heb. Ja? Nou, maak er een mooi verhaal van, jongen. Rustig aan. Die glimlach van Nick zegt altijd zoveel. Zeg maar, Jules. Ja, zoals Nick vertelde, we waren op vakantie in Los Angeles. We gingen 's middags naar het strand en we krijgen van mensen te horen, als je lekker wil eten, ga je naar Boa. Dus ja, wij 's avonds naar Boa. We komen aan, is al een valetparking, dus ik zeg, oké, auto wordt weggebracht. Wij komen binnen, 3 Nederlandse jongens, een beetje baggy op vakantie, gewoon spijkerbroekje, netjes, sneakertjes. We komen binnen, alleen maar mensen in kostuum, alleen maar in pak. Dus ja, dan kijken we rond en denk van, ja, we zullen wel zien. Dus we bestellen. En Nick had op de kaart gezien, lobster, extra edition, $1 for everything. Maar lobster is nooit $1 als bijgerecht. Dus die ober die komt en hij zegt, ja, wil je nog een bijgerecht? Dus hij zegt, doe maar die lobster. Ik zeg, ja, maar Nick, luister, lobster is geen $1, dat kan nooit. Dus we waren een beetje aan het geinen van, ja, hoeveel geld heb jij bij, hoeveel geld heb jij bij? Ik ben met 3 jongens. En op een gegeven moment krijgen we de koffie. Of ik had koffie, Boy had volgens mij thee. Ober komt weer van de rekening. Wil je de tip included of doe je hem apart? En ik zeg weer van ja, doe maar erbij joh, geen probleem. Dus we zitten aan de koffie en die ober komt in één keer met die rekening. Met 3 jongens. Dus ik bekijk hem. Ik doe het terug naar beneden. ik schrijf hem naar Boy. En Boy die drinkt net van zijn thee en die kijkt. Thee kwam uit zijn neus, uit zijn mond. Het was een hele nette tent. Dus vanavond met z'n 3 gewoon die buik. Helemaal te lachen. Ja, mensen heel netjes kijken ons aan. Wat gebeurt nou allemaal? Ja, het was gewoon een rekening van $700 met z'n 3. Weet je? Dat is, ja, dus het is gewoon lachen op dat moment. En Nick betaalt dus met zijn grote mond? Nee. We hebben wel gewoon met z'n 3 betaald. Maar dat zijn gewoon momenten als je op vakantie gaat met die jongens. Dat vergeet je nooit. Kopje koffie in L.A. kan duur zijn. Ja, die lobster. Hè. Met name die lobster. Ik vond wel, dat doe er maar bij. Lobster, ja. Maar had hij nog nooit lobster gegeten of wel? Volgens mij heeft hij niet eens opgegeten. Maar wat bleek nu, al die sterren kwamen daar. Hè? Okay. L.A. Lakers en dat soort sterren. Dus voor mensen die naar L.A. gaan, Boa zou je altijd aanraden. Boa is de place to be. De lobster bij Boa. Ja. Maar terugkomen we op de vraag. Volgend jaar dus nog wel actief? Het liefst in Nederland of België?
Nederland of... Ja, ik heb nog nooit in België gespeeld. Ik heb dat vaker gezegd. Ik zou graag een keer in België willen spelen. Alleen... mensen willen ze, willen hem niet. Ja, wat is je favoriete cultclub in België? Want FC Antwerpen. Die gaan we promoveren. Ja, ik kom uit Antwerpen, dus dan heb je of Antwerpen of Beerschot. En dat is natuurlijk een grote strijd, maar ik heb daar niks mee, omdat ik bij beide niet heb gespeeld. Maar ja, ik kwam terug uit Engeland en ik dacht van ja, ik zou wel in België in ieder geval een club vinden waar ik kan meetrainen. Nee. Nee, nergens. Waarom niet dan? Geen flauw idee. Okay, dus hier bij de oproep voor de technisch directeur bij FC Antwerpen, bij Giel FM. Nee, maar ik heb ook in Nederland clubs gebeld. Hè. En dan ga ik toch een beetje kijken in de regio, waar kan ik makkelijk naartoe rijden. En clubs zeggen gewoon van nee, trainen, nee, dat doen we niet meer. Nee. En ik heb nu het geluk dat ik via Peter van den Berg wel kon meetrainen bij RKC. Okay. Dat je in ieder geval wel met de groep meetraint en dan de rest van de week train je voor jezelf om fit te blijven. Maar bijvoorbeeld bij Vitesse of zo, als je dat... Nee, Vitesse heb ik niet gebeld. Dat is wel een eindje rijden van Antwerpen. Maar je hebt dan Excelsior en NAC Breda, dat soort clubs zeggen ook allemaal... Nee, dankjewel. Het is maar een rare uitzending. Giel wil bij een Belgische club voetballen, maar het lukt niet. Dirk Kuyt op die home trainer, dat beeld dat gaat niet weg. Je montage. Ik zie een home trainer waar gewoon rook uitkomt. Misschien voor Lotto Jumbo volgend jaar. Technisch directeur. Die gaan we echt nooit meer geven. Technisch directeur. Ja, niet zo slecht. Ik wil gewoon nu... Maar er komt wel weer een hoogtepuntje aan in de uitzending voor jou, Johan. Ik heb nog nooit iets goed gehad, dus ik weet niet wie met mij wil. Maar waar speelt hij? Ik heb ze hier voor me, hoor. Giel zit te kijken. Pak je belletje maar bij. Voor de vorm zet ik hem erbij. Maar... Ja. Giel, pak je belletje Giel, bij. Belletje, het spel is heel simpel. Je ziet zometeen een speler. En de vraag is, maar waar speelt hij? Jean-Paul, met wie wil jij spelen? Ik ga dan ik ga proberen Iwan uit de slot te krijgen. Dat vind ik echt heel sympathiek. Ja, dankjewel. Dus Giel, als je iets ziet. Ja. En antwoord. Je weet het al? Nee, maar ik krijg het even uit. Nou, kom maar door, Peter. Ja, nee, gooi die eerste er maar in. Doris de Vries. Ga je toch? Forrest. Dat is Forrest. Helemaal goed. Ja. Hé, hey, lekker Gilles. Hij heeft in Forrest gewoond. Ja, hij speelde aan de overkant. Topgoosje trouwens. Topgoosje trouwens. Moet je een keer uitnodigen. Ja, heb jij nog mee bij Den Haag gespeeld, of niet? Ja. Maar ik maak die lijstjes niet. Voor vantage? Moet je bij broer zijn. Het grappige is, jouw neefje maakt de lijstjes. Ja, maar die vergeet te bellen. Maar die zit al 110 jaar zit hij daar. En dat voor allerlei Schotse clubs ook. 1-0, we gaan door. Renze Feijen. Oeh. Jean-Paul. De Graafschap. Nee. Fuck. Daar heb je wat aan, hè, Iwan? Ja. Ga jij nou leuk zitten? Ik heb hem nog even verloren. Nou, is het Roda? Dan moet je bellen. Nee. 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 Kijk gewoon aan het shirtje. Dan moet je bellen. Sorry. Het is Heracles. Het is Heracles. Ja. Oké. Okay. 1-0 nog steeds. Oh, we gaan er hard doorheen. Oh, dit is Renze Feijen alweer. Het is nog steeds Renze Feijen. Het is nog steeds... Hans Mulder. Oh, wacht. Ben je de held van deze uitzending? Speelt hij niet in Amerika? Nee, dat is Hans Denissen. Ja, zeg maar, dan ben ik in de war. Die is ook koud. Club of het land? Ik wil even kijken of iemand er nog uitkomt. Denk het niet. Maar... Nee, ik dacht aan meer. Ik ben in de war met Hans Denissen. Weet je waar die nu speelt? Bij New York. Nee, dus niet weg. Oh. Atlanta zit hij voor mij. Okay. Ook lekker hoor. Ja, oké. Okay. Hans Denissen mag ook bellen als hij het ziet. Zeg maar als je het weet. België of Amerika? Nee, het is Spanje, tweede of derde divisie, maar ik kan niet op de club komen. Gok maar een. Begin. Godverdomme. Begin met een? CP en dan de clubnaam. Ja. CP. Zo, we hebben Giel en Jamalua. Die zijn er toch? Wel Spanje, toch? Ja, het is Spanje. Je hebt ook bijna gelijk, alleen de club weet je dus niet. Klein detail. Dus ik kan niet helemaal goed rekenen. Het kan volgend jaar nog een divisie lager zijn, zie ik. Sassareno, zeg ik dat goed? Ja, ik denk het wel. Sassareno. Nooit van voor. Nog steeds 1-0. Nog steeds 1-0. Staat in India. Er waren tijden dat je hier, als je het continent goed gokte, kreeg je al een punt, maar... Jean-Paul heeft de lat echt omhoog gelegd. Nou, kom maar, de volgende. Lasse Nielsson. Nee. Jean-Paul. Ja, nee. Elfsborg. Ja, goed hoor. Terug naar waar hij vandaan kwam. Oh, heel goed. 1-1. 1-1. Is het laatste of niet? 1-0 laatste. De 1-0 laatste. 1-1 staat het. Kom maar, spannend, de volgende. Jules Rijmerink. Ja, oh, shit. Te zien, ja, ik ook. Daar. Mag ik een hulplijn bellen of niet? Ja. Niet ergens tweede divisie Duitsland of zo? Nee. Zat hij zat bij Cottbus. Okay. Hij is terug in Nederland. Nee. Terug in Nederland? Nee. Hij is nog even bij VVV. Oh, daar zat ik aan. Hij is helemaal niet in Nederland. Maar je wilt een hulplijn bellen? Ja, ik heb een telefoon erbij. Hij heeft zijn telefoon erbij, is lekker. Niemand weet het? Nee, het is FC Victoria Köln. Wat is dat, de Regionalliga? Net is, ja, de Regionalliga West. Ja.
En ik dacht dat we er nog één hadden, maar ik kijk even naar de regie. Nee, dit was de laatste. Oh, nou, ja, een punt gepakt hoor. Hey. Anderhalf punt. Mijn eerste punt tegen Jean-Paul. Netjes hoor. Allebei. In ieder geval nou, Iwan niet verloren. Iwan heeft een keer op het belletje gedrukt. Is ook wel een keer leuk dat we niet met slaande ruzie uit elkaar hebben gedaan. Nee, precies. Ah, het is niet live, dus zometeen kan er nog van alles gebeuren. We hebben nog de hele dag om te knokken. Ja, precies. Ja, hij moet straks nog een show opnemen. Ja, dan doen we die eigenlijk vanavond gelijk erachteraan? Of, of moeten de mensen een uurtje wachten ook? Die zetten we ook gewoon straks online voor jullie. Oké, gaan we doen. Ja. Okay. Waar ga je het over hebben, naast El Clasico? De Derby van Rome, Dimitri Payet, Zlatan Ibrahimovic. Galatasaray ook? Er vlogen wel een paar vrije trapjes in het buitenland te binnen. Dat was vrije trap weekend, ja, absoluut. Dus keeper, gewoon straks ook te zien. Keeper in België, Nederlands keeper in België? Nee? Komt niet aan bod? Eigen goal. Komt niet aan bod? Oh, die Anderlecht, hè? Ik heb hem niet gezien ook nog, maar het was wel zo'n het was echt schandalig. Die had hij kunnen voorkomen, denk ik. Hij mag er niet meer lachen. Jullie hebben in ieder geval een België-kenner erbij. Absoluut, ja. Volgende keer met zou mooi zijn als die ook binnenkort daar dat we hem weer op de velden zitten. FC Antwerpen. FC Antwerpen, dat zou... Nou, wij roepen al het hele jaar dat we naar FC Antwerpen willen. Ja, willen. Ja, zeker. Daar moet al heel lang naar FC Antwerpen. Nou, misschien met Jules erheen. En dan even langs de technisch directeur. Hallo, hier hebben we een speler voor u. Even passief agressief. Kijk hoeveel invloed jullie nou hebben met dit programma. In België? Ja, kijk, weet ik niet. In Nederland komen we overal binnen bij alle technisch directeuren. Voor het eind van het jaar moet hij bij Antwerpen spelen. Nee, luister, als dit wordt uitgezonden, dan zit ze in Antwerpen met een niet. Ja, dat lijkt me ook. Dat spreekt voor zich. Ja. Het zou mooi zijn, we gaan het proberen. Ja. En dan is Dennis van Wijk, technisch directeur bij Beerschot. Ja, ik heb ook in Antwerpen. Oh, laten we de telefoon klappen. Ja, iemand toch maar gewoon een switch, hoor. Van de Volkskrant naar, geloof ik. Ik word spelers begeleiden. Even heel snel tussendoor Twente, want het is live, niet live, dus we weten niet wat het nieuws is, maar... Wat denk je wat ze bestaan vanavond nog? Ja, bestaan ze vanavond nog? Ze bestaan vanavond nog. Martin Jong vindt dat de titel moet worden teruggegeven. Ja. Oh, ik dacht zijn standbeeld. Oh, ik denk dat ze dit seizoen afmaken en dan licentie wordt ingetrokken. Wat denk jij, Iwan? Nee, ze blijven bestaan. Ja, ik ook. Ze hebben niks, hè? Dus ze kunnen niks inleveren. Nee, maar je hebt van die clubs die gaan Veendam halen, maar Twente is te groot. Dat is gaat niet een omvallen. Beetje dat een kan dubbele niet. Maat bij de KNVB. Ik weet het, het is oneerlijk, maar zo werkt het. Zo weet het, ja, Twente is. Ik weet dat het slecht gaat, maar zo slecht dat is het ook niet. Financiële chaos. Er gaat gewoon nu een grote bullshit bingo rond van lulsmoesjes die Johan Derksen over Munsterman. Dat wordt wel gênant, hoor. Vanavond. Gaan we vanavond kijken. Ja, gaan vanavond kijken. Goed. Toch tijd voor. Ja, tijd. Leuk. Ja, avondje tv kijken. Op Iwan, ik moet mijn excuses aanbieden, want je moet ook naar de redactie gaan. Ja, is het dan aan de klok? Ja. Goed dat je niet uur zegt. Om 8 uur. Om 8 uur zijn we als vergaderen. De Volkskrant. Dat ook weer door. Dank voor je komst, Iwan. Ja, top. Jill, dankjewel. Nou, heel veel succes. We gaan heel erg ons best doen om je binnen te krijgen bij een club. Of in België, of in Amerika. Maar we kunnen ook Simon Tjommer tegenwoordig vragen. Die is spelersmakelaar in Duitsland. Dus... We gaan je best voor ons doen. Wel een mooie actie voor FC Afkikken, denk ik toch, Jean-Paul? Laten we hem nou niet helemaal doen alsof hij zonder ons niks kan. Hè? Ja, ik wou net zeggen. Hij mag een hashtag trainen. RKC. Oh, wow. Oké, RKC mag niet trainen. Daar heb ik al vertrouwen in. Maar gaan we hem helpen? Waar mogelijk. Als we kunnen helpen, doen we het altijd. Okay. Peter, Jordi, dankjewel. Tot de volgende week om 7 uur is er gewoon weer een live uitzending. En komende vrijdag om... 4 uur is er de Vrijdagmiddagborrel ook live te zien. En je kan deze uitzending en alle andere uitzendingen terugkijken op ons YouTube-kanaal. youtube.com/FC Afkikken. En abonneer je gelijk, dan mis je helemaal niks.